Het orde reglement van de Nationale Assemblée zal in 2024 na jaren worden aangepast. Dit deelde voorzitter Marinus B. donderdag mee tijdens een persmoment met journalisten over zijn ervaringen en voornemens met het parlement voor 2024. De politicus geeft aan dat er ook zwaar geïnvesteerd moet worden in betere communicatie met de samenleving vanuit DNA. Kijk, onze orde-reglement dateert van 1990. Ja, dat is nu 33 jaar geleden. Ja, en reeds in 2005, onder leiding van voorzitter Sarju, was het initiatief toen al genomen om onze orde-reglement aan te passen. En meester Vos was aangetrokken. Ja, dat project werd ook gefinancierd door UNDP. Ze heeft het toen helemaal uitgewerkt, geschreven, herschreven. Maar het is nooit geadopteerd door de Nationale Assemblée, toen 2005. En als zou dat het geval zijn, ja, 18 jaar na, moet je de zaak gaan evalueren. Volgens B is tijdens de COVID-pandemie gebleken dat het orde-reglement niet voldoet aan de hedendaagse uitdagingen. Hij stelt dat er tijdens de pandemie al adviezen hieromtrent zijn gegeven vanuit de Interparlementaire Unie. Dus vanaf dat moment heb ik het weer opgepakt. Ik ben de zaken van mevrouw Vos gaan bestuderen en ik zit ook, oké, we zitten goed op weg als we dit als basis gebruiken. En we zijn toen de gesprekken gaan starten en UNDP hebben we toen weer bereid gevonden om dat project te financieren. En we hebben toen gezegd, als in 2005 meester Vos mee bezig was, waarom zouden we dan voor iemand anders kiezen? Dus zij is samen dan met deskundigen van ons, onder leiding van de griffier, dan bezig de zaak voor te bereiden. En in 2024 moeten we zover zijn om het te behandelen in de Nationale Assemblée. De assembleevoorzitter vindt dat het nieuwe reglement het liefst tijdens de nieuwe zittingsperiode van het komend parlement mag ingaan. Het doel van de aanpassing is om het functioneren van het reglement binnen de organisatie te gaan.